Vraag of u mij kunt helpen. Dat kan ik u niet garanderen, dat weet ik niet, meneer De Wit. Maar wat wilt u met mijn telefoonnummer als ik mag vragen? Nou, gewoon weten waar u vandaan belt. U belt het Raalte, hè? Ik bel het Raalte. Oh, u belt het Raalte. Het is een lokaal gesprek dus. Ja. Maar ik betaal toch? Dat maakt toch niet uit of het... Nee, maar ik heb ook soms mensen die komen... Ik heb meerdere lijnen die komen van andere... Van Limburg of van... Oh. En dan moet ik dan soms zeggen van... Wilt u even wachten? En als mensen van ver bellen, dan hou ik daar rekening mee. Mooi, mooi. Dus dat is gewoon even sociaal bedoeld, hoor. Ja. Niet zo om... Ja, ik ben gewoon heilpraktiker al een jaar of 27 bijna. Ja. Ik doe gewoon... Ik ben heel erg gericht op de problematiek. Ik ben heel erg... gefixeerd op de wervelklomptherapie. Mensen die problemen hebben met de extremiteit, met de benen, armen, ja, knieën. Nou, mooi, dan moet ik u hebben. Daar ben ik heel erg op gericht. Kijk, en... wat het is? Ja. Ik zal het u maar gelijk vertellen. Ja. Ik ben... kort in het verhaal, hoor. Even sleutelwoorden aangeven waar het om draait. Ja, tent en mijn rug. Wat zegt u? Een tent en mijn rug. Een tent? Een tent. Kamperen, van kamperen. Oh, van kamperen, ja. Kijk, dat zijn de sleutelwoorden, maar mag ik nog even vertellen wat dat... Ja. Ja, want ik ben vrijwilliger, ik doe vrijwilligerswerk. Daar ben ik mee geweest met een hockeyclub van mijn neefje. Ja. Dat was niet in Raalte, hoor, dat was in Boemen, bij Amsterdam. Ja. Maar nou zijn we dus anderhalve week weg geweest, moesten we dus in tenten kamperen. Ja. Maar, ja, dan lig je natuurlijk niet... In je aupingbed die je thuis hebt, dat begrijp ik. Nee, nee, dat klopt. En ik heb nu zo'n vreselijke last. Ja, een beetje in mijn rug. Ja. Nou, in mijn onderrug, noem ik ja, het eigenlijk. Ja, ja. Maar ik moet er vanaf. Hé, ik loop krom, ga moeilijk naar het toilet, dat soort dingen. Met de lumbago misschien, ja. Duur. Misschien dat u een lumbago heeft. Het kan ook aan de prostaat liggen een beetje, hè. Dat u een gevoelige prostaat hebt. Ja. En dat het daar ook mee samen kan hangen. Ik voel hem nu weer... Wat zegt u? Voelt hem weer? Ik voel hem weer. Hij komt van recht onderuit. Ja, en u woont in Raalte. Ja. Ja. Zou dat ook oorzaak kunnen zijn van de... Kou. In de arm. Kou? Ja. Ja hoor. Kou? Van kou en van niet lekker en onbehagelijk liggen toch? Ja. Dus het is een andere houding. En het zijn gewoon wat dingen toch geforceerd. Ja. Ik moet ook veel meer plassen. Ja, de prostaat is dat. Ja. Dus het heeft met de prostaat te maken. En mijn rug. En uw rug, ja. Ik denk dat ik... Wanneer moet ik een afspraak maken met u? Als u dat wilt, dan... Moet kunt... ik daar... Is er een speciaal spreekuur voor afspraak? Ja, ik heb maandag volgende week een plek vrij. Ja, moet ik dan eerst een maandag bellen voor het maken van afspraak? Nee, u kunt nu een afspraak maken als u wilt. Maar... Dan komt u aanstaan... Het niet eerder, want... Ja, hoe sneller ik er vanaf ben... Hoe prettiger het is, dat begrijpt u. Nou, dat is wel heel snel normaal. Ik kan me niet bellen als u een plekje tussendoor heeft, want ik zit toch thuis, snapt u? Als u me eerder had gebeld, had ik u vanmorgen nog kunnen helpen. Ja, maar ja, het komt ineens weer opzitten, je denkt... Ja, ja, ja. En ineens maak je een beweging, je staat op van de bank, je pakt de krant, ik noem maar wat. Hè? En het schiet erin als het ware. Komt u dan maar vanmiddag? Ja, moment even, moment... Komt u maar om 5:00 vanmiddag. Vanmiddag, dat weet ik niet eigenlijk. Ja, nou, daar heb ik... Kan het nee, morgen? Nee, ik heb vanmiddag een plek vrij voor u. Ja, ik moet vanmiddag, moet ik die, mijn neefje naar de judo ja. opbrengen, hoor. Nee, dan heb ik, het wordt gewoon, of vanmiddag wordt het, bij wijze van uitzondering al. Dus ik maak al een uitzondering voor u. Klopt. En, dus dan kunt u het of niet, of wel genoegen meenemen. Of ik heb volgend maandag een plek vrij om 9:00. 'S avonds? Nee, 's morgens. En u bent geen vroeger opstaande, merk ik. Of wel? Nee. Nee. Maar weet u wat het is? Heeft u bepaalde oefeningen dat u zegt van nou, probeer dat zelf even, dat het wat minder wordt? Nee, u krijgt een hele lekkere behandeling. En u... Maar nu, tot en met maandag? Nou, dat kan ik niet geven, want ik weet niet... Ik weet niet... Er zijn niet bepaalde ja, oefeningen dat u zegt... Ja, maar dat knop, kan ik niet... Ja, weet ik veel wat, maar... Ja, dat kan ik voor de telefoon niet zo zeggen, want dat oh, wil. Ja. Het doet pijn hoor. Nou ja, ik kan u helpen, maar als u wilt, kunt u vanmiddag komen. Dus wat is dat? Het consult kost €40. €40? En ja. Als ik maandag kom? Dan kost het €60, dan ben ik een uur bezig. Oh, €60 per uur? Dan ben ik een uur bezig. Mooi. Vanmiddag ben ik een half uur bezig. Ja, nou. Ja, vanmiddag red ik echt niet. Nou ja. Maar geld speelt geen rol hoor. Dat is geen... Ja, nou ja, aan u meneer, wat u wilt. Maandag. Ja. Maandag moet ik een broodje meenemen. Dat hoeft niet hoor. Oh, ja, het is zo vroeg. Binnenlijn voor u. Moet ik even wachten? Wat wilt u? Even wachten, wat bij u gaat de telefoon. Ik heb nog een vraag namelijk. Berghuizen?
zal ik je straks even terugbellen? Ja. Nee, ik zal niks tegen Guido zeggen hoor. Nee, maar dat weet ik wel. Nee, maar dat is prima. Ik ga... Nee. Ik ga hem vanavond even bellen en gewoon vragen hoe het mee is. Bedankt hoor, dag. Ja. Ja, u bent er weer? Ja, ik ben er weer. Hoi. Moet ik ook iets van een handdoek meenemen of zo? Ja, gewoon een bad laken het liefst. Ja. En ja, moet ik eerst douchen? Nee hoor, dat hoeft niet. Oh, want ik zit midden in een verhuizing namelijk. Ziet u... Nee hoor, je kunt komen wanneer je komt. Je kunt gewoon komen in je oude kleding. Ja, kan ik dat... u douchen? Nee. Oh. Nee, dat hebben we niet. Of daarna? Want u gebruikt natuurlijk ja, olie of zoiets. Of... Jawel, maar dat is niet gebruikelijk dat mensen bij ons douchen. Dat kunt u thuis dan weer doen. Oh. Neem maar gewoon de oude pleuren mee. En wat wilt u? Wilt u dus maandag komen of vanmiddag? Maandag. Maandag? Ja. Nou, moet ik dat even noteren? Ja. Even kijken hoor. Kunt u me komen halen, want ik heb geen auto. Nee, dat kan ik ook niet, want ik heb spreekuur. Ja, maar ik ben eerst nog. Dan komt u gewoon met de taxi, wat dan ook. Met de taxi? Ja. De auto's, die kunnen u komen halen. Ja. Dat kan ik niet doen. Ik wil er best extra voor betalen. Nee, die tijd heb ik niet. Ik heb gewoon spreekuur. Mensen behandelen, telefoon aannemen. Nou, dan mag u 2 uur extra rekenen. Nee, dat kan. Nee, dat hoeft ook niet hoor. Doe ik niet. Oh. Nee. Weet u komt gewoon met de taxi. Hè? Ja. Moet ik, ja, verder weet ik niet wat ik nog moet vragen. Heeft u zelf nog vragen? Nou, ik heb heel veel vragen natuurlijk, maar als u bij me komt, dan ga ik u vragen stellen. Oh, daar heb ik alle tijd om overal antwoord op te geven, ja. Natuurlijk. Ja. Zeg maar, het gaat er ook om. Dan gaat het met mij en Linda niet zo goed. Ik weet niet of daar ook een bron van situatie ligt. Nou, daar kunnen we over praten. Ja, want Linda, die is vorige week had ze komen zenuwen met ook een ander thuis. En ja, toen dus schoot het ook eigenlijk, ja, ik weet niet hoe ik moet zeggen. Ik kan meteen klachten extra. Kan ik u dan ook... geef me in ieder geval uw telefoonnummer, dat ik uw telefoon kan noteren. Zou het met spanning te maken kunnen hebben? Ja, het heeft ook met relatie te maken. Ja? Ja. Zal ik hem meenemen als ze wil of niet? U kunt hem meenemen. Maar kost dat 60 euro extra of is het gewoon... Nee, ik kunt hem gewoon even meenemen voor de gezelligheid. Kunnen we gewoon kijken. Nou, ik weet niet of dat zo gezellig wordt. Nee, maar voor de gezelligheid... Want kijk, als we erachter komen dat het eventueel aan de relatie ligt... Ja, u zult begrijpen. Ik heb dan voelt zij zich ook schuldig misschien. Ja, maar ik heb in eerste plaats heb ik tijd voor u gereserveerd voor het ruggenwerk. Klopt. En dan kunt u uw vrouw meenemen, dan kan ik haar zien. Ja, maar zij heeft een hele rare eigenschap waar ik gewoon niet over uit kan. Kijk, zij is nymphomaan. En altijd als er andere mensen bij zijn, op een andere plek, dan wil ze dat doen. Dus ik weet niet of het verstandig is als ze meekomt. Oké, okay. Hoe is uw naam? Paul de Wit, zeg ik. Wat zegt u? Paul de Wit. Paul de Wit, hè? Ja. Paul de Wit. En uw telefoonnummer, uw adres? Marktstraat 17. Marktstraat. Centrum, hè? 17. Ja, en... 3485. 3485? 00. 00, dat is uw telefoonnummer. Ja. Ja. Nou, ik noteer die, ja. Daarom weet ik niet of het verstandig is. Kijk, ik heb wel wat relatieproblemen met mevrouw. Ik heb een hele korte schets gegeven. Maar ik weet niet of ik hem mee moet nemen, want daar zit ik ook niet op mijn gemak. Nou, doe het eerst maar niet. Nee. Daar heb ik sowieso geen tijd voor, want ik heb gewoon naar u weer mensen. Ja, want en ik probeer altijd meerdere mensen bij te betrekken. Ja. En daarom loopt onze relatie ook niet zo goed meer. Ja. Kijk, ik heb hem 4 jaar geleden ontmoet. Ja. Toen we allebei in Binninghuizen waren. Ja. Camping. Ja. Ja. En toen was het eerst even een kwartiertje even koffie drinken. Ja. En toen begon ze me aan te vallen. En toen was het, ja u weet wel, ga ik er niet op in. Ja. En toen was ik eigenlijk meteen verliefd. Ik wist niet dat ik gebruikt werd. Ja. Maar u zult begrijpen, ja. In het begin vind je het allemaal leuk, hè? Ja. Maar nu, na 4 jaar, breekt het je op. Ja. Hè? Je rug, je prostaat. Had u mij eerder gebeld een paar weken geleden, meneer De Wit? Nee, niet dat ik weet. Nou, ik krijg het idee dat die stem mij een beetje bekend voorkomt. Ja. Dat het een... Mijn stem? Ja, uw stem een beetje. Alsof het 3 weken geleden ook een keer was. Maar dat weet ik niet zeker. Nee, ik heb het, ja, de last is eigenlijk gekomen naar het ja. Kamp, hè, van ja. Mijn neefje, wat ja. Ik u vertelde. Toen is het pas echt, ja, erger geworden. Maar, kijk, of het alleen daarvan is, of dat het ook door de relationele problemen komt, ja. Natuurlijk niet. Ja. Maar, u bent heilpraktijker. Ja. Ziet ja. U? Ja. Dus u bent daarvoor. Nou, en daar wil ik best voor betalen. Laat in ieder geval maandag... Afkom, hè. Ja. Ik hoop dat u ook goed kunt luisteren. Wat zegt u? Ik hoop dat u ook goed kunt luisteren. Ja. Dat ik u vertel.
En dat zullen we dan maandag doen. Neem in ieder geval een badlaken mee. Een badlaken, ja. En slippers. Ja? Wat zegt u? Slippers. Wat? Slippers. Nee hoor, dat hoeft niet. Alleen de badlaken. En u zelf natuurlijk. Ja, hè, hè. Anders komt het badlaken ook niet bij u, hè. Als ik het niet mee neem. Grapjas. Maar u zit nog op de koekoek? Ja hoor, koekoek. Nummer 8. Oh. Ja? Nou, is goed. Goed dan hoor. Ja, zal ik u van tevoren nog even bellen als ik weg ga thuis? Nee, dat hoeft niet. Ik heb uw naam gewoon genoemd hier om 9 uur. Paul de Wit. Ja. Oké. Bedankt hoor. Meneer Huis. Dag.